dat gebouw wat jullie daar zien, dat is een bibliotheek. Daar zitten allemaal oude mensen, zitten gewoon boeken te lezen en zo. Super grappig. Stakjes hebben een heel mooi uitzicht. Nog even over Baby Doorn. Okay, ik moest even lachen omdat ik het weer fout zei. Want eigenlijk is het gewoon, wij hebben soms een beetje ruzie over hoe ik het vertel. Want ik kan het niet goed uitspreken. Mijn vader heeft het al 10 keer uitgelegd hoe het heet. Ik ga het geen enkele keer meer zeggen. En jij vrekt het gewoon om te onthouden. Dus ja, dus vandaar dat ik moest lachen. Maar er komt straks een heel mooi uitzicht daar overheen, over de mooie stad. En daar ga ik dan even mooi filmen. Oké, mensen. Bij warm weer hoort natuurlijk een lekker colaatje. Maar daarnet was er dus een man. En die man die kwam dus aan. En die heeft blijkbaar de sleutel hiervan. Dus mijn moeder die ging daarboven. Die zag opeens hier een man staan. Die dacht, wat is dit nou weer? Waarom staat hier nou een man? Maar weet je wat het nou is? Dat die man een soort van het zwembad heeft schoongemaakt. Dus dat is ook wel weer fijn. Dus dan is het iets schoner. Moet je maar even kijken. Ik weet niet of je het ziet hoor. Maar gewoon even voor de leuk. Zo. Dus ja, nu is het zwembad schoner. En daar ben ik wel blij mee. Dit is de laatste dag trouwens. Morgen ga ik weer vliegen. En dan ga ik weer naar huis. Ook wel weer fijn. Want dan kan ik weer editen. Heb ik mijn normale leventje weer terug. Kan ik weer naar stage toe. En dan kan ik natuurlijk wat ik nu gefilmd heb. Kan ik editen en zo. Maar ja, dat dus. En zijn mijn broer en mijn vader zijn aan het kijken naar een kabouterhuisje. Een landouhuisje. Mijn moeder schudt nee. Dat mag je niet zeggen. Maar dat is gewoon zo. Ja, dat vind ik, dat is mijn mening. Maar ik zit hier lekker met mijn moeder. Ja, ik ga haar niet laten zien, want ze zit in haar bikini. En ja, dat hoeft niet, hè jongens, dat hoeft niet. Maar, ik ben hartstikke blij al een tijdje. En dat is. Dan ben je in zo'n warm land, hè. En dan zie je gewoon hier zo. Zie je gewoon bloed. En dat komt door die rotmuggen hier. Die muggen zijn vervelend en stom. En soms word ik een beetje gek van. Maar die muggen, daar word je helemaal vervelend van. Maar weet je wat het wel is? Je zit wel lekker in de zon. En je bent wel een beetje lekker aan het bruin bakken. Dus dan maakt het niet heel veel uit natuurlijk. Maar ik ben een beetje aan het chillen hier zo. En hartstikke leuk. Misschien ga ik nog het zwembad in. Maar ik vind het wat te koud, jongens. Ik vind het wat te koud. Alleen die man, zeg maar, die dus het zwembad had gedaan. Die sprong er ook niet in. Dus ja, ik weet niet. Ik denk dat hij het ook dacht van, hey, het is een beetje koudachtig. Maar ik kan even voelen. Even kijken.
even voelen of het iets warmer is. Ik moet wel even zo. Door de zon wordt het al iets warmer, maar zou ik gewoon proberen om erin te gaan. Ik weet het niet, mensen. Ik vind het wel spannend, want ik heb iets beloofd aan jullie. Wat ik dus niet na ben gekomen. Maar ik ben gewoon erg van het warme weer en van het warm zijn. Maar ja, ik ga het gewoon uitproberen of ik erin ga. En dan vraag ik wel even aan mijn moeder of ze mij wil filmen of zo. Dus zie ik jullie zo weer.